Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn veel producten van januari en februari laten zien. Ik heb het pakje erbij gepakt. Er zitten zeker wel een aantal producten in die ik dus helaas niet fijn vond. In deze video ga ik je de producten laten zien die ik dus niet fijn vond en niet zou aanraden. Dus mocht je benieuwd zijn naar welke producten ik niet fijn vond, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met een mascara van Catrice. Dat is de Maxit Volume & Length Mascara. Dat is deze. Deze mascara die belooft dus volume en lengte. En ik ga allereerst beginnen met het borsteltje. Die vond ik al niet heel erg fijn. Hij heeft trouwens de naam 010 Deep Black gekregen. Maar hij heeft dus zo'n borsteltje. En ik ben meer iemand die houdt van meer de echte haartjes en niet zo van dat plastic. Dus dat vond ik al wat minder. Maar de mascara maakte echt mijn wimpers wel zwart, maar volume en lengte gaf hij niet. Hij deed eigenlijk letterlijk niks voor mijn wimpers dan alleen een beetje zwart maken. Dus dat vond ik toch wel een beetje tegenvallen. Ik had er misschien wat meer van verwacht, maar daarom vond ik hem toch echt niet fijn en zou ik deze dus niet aanraden. Dan heb ik van Emmyway een Intense Color Eyeliner met de naam Downtown. Dat is deze. Dit is dus een eyeliner die een intense kleur zou hebben. En ondanks dat die wordt weergegeven als eyeliner, vind ik het eigenlijk gewoon een oogpotlood. Want kijk, dit is hoe die eruit ziet. En ik vind het gewoon niet heel, heel fijn. Dit is trouwens de swatch. Maar... Kijk, als je dit als eyeliner aanbrengt, dat gaat vervagen. Een eyeliner die, als je een pen of zo hebt, een eyeliner, is het toch wat andere, een andere structuur. En dit is gewoon echt meer een potlood. Dus ik snap eigenlijk niet dat die als eyeliner wordt uitgegeven, want het is gewoon eigenlijk puur een potlood. Dus oogpotlood misschien wel heel leuk, maar omdat die aangeduid wordt als eyeliner, vond ik hem niet echt handig. Want het doet ook echt pijn als je dit aanbrengt, zo'n potlood op je ooglid. Dus gewoon voor de waterlijn is het prima, maar niet als eyeliner. Dus daarom heb ik hem toch bij de veel producten gedaan, omdat die als eyeliner wordt weergegeven. Dan heb ik weer een mascara en dit is de Max Drama Smoky Eye Mineraal Mascara van Kruidvat in een waterproof variant. Het is deze mascara. Die belooft eigenlijk smoky eyes te geven en dus waterproof te zijn. Dit is het borsteltje. Dit is een borsteltje wat ik zelf wel fijn vind, want die heeft dus andere haartjes. Hier kan ik beter mee werken. Nou, ook deze mascara maakt het helaas niet waar. Hij maakte mijn wimpers zwart, maar er kwam eigenlijk geen effect echt uit. Dus het effect wat je op het plaatje zag op internet bijvoorbeeld was heel intens. En dat gaf hij dus zeker niet. Dus dat viel eigenlijk heel erg tegen. En ook het waterproof effect werkte niet. Want ik heb hem getest op mijn hand. Daar heb ik water overheen laten lopen en hij vlekte als een malle. Dus dat was eigenlijk ook gewoon... niet wat het wezen moet. Dus ook daarom vond ik deze niet fijn. Het is een leuk concept, maar het werkte dus eigenlijk voor geen meter. Dan heb ik een nagellakje uit de Hux & Teddy's collectie. Dit is een matte nagellak. Die ziet er dus zo uit. Dit is een trendeditie van Essence. Heeft de naam 01 Cozy S Fluff gekregen. Heeft een vrij basic kwastje. En ik vond hem eigenlijk niet heel erg intens. Je moest best wat laagjes aanbrengen om echt je eigen nagels er niet meer doorheen te zien. Ik ben daar zelf niet echt een liefhebber van, dat mijn eigen nagels er doorheen komen. Dus dat was best wel een tegenvaller. Daarnaast chipte die heel snel. Je bent de nagellak heel snel kwijt. Ook met een matte topcoat deed hij niet wat hij eigenlijk zou moeten doen. Daarom vond ik deze toch tegenvallen. Want ik heb hem geloof ik na één dag aanbrengen zagen ze het eigenlijk al niet meer uit. En dat vond ik wel heel jammer. Want het is op zich best wel een leuk kleurtje, maar toch de pigmentatie viel tegen. En ook... het feit dat hij heel snel chipte, helaas. Dan heb ik een aantal Better Than Fake Lips Volume Glosses van Catrice. En deze zouden een plumper-up effect geven.
Ik heb hier allereerst de kleur 040 Volumizing Rose. Dan hebben we hier de 030 Little Nudes. Dan heb ik hier 020 Dazzling Apricot. Dan de 010 Maximum Glow. En als laatste hebben we dan 050 Plumping Pink. Nou, allereerst dat plumping effect gaf die absoluut niet. Er zit ook echt wel een product in wat zeg maar je lippen zou voller maken. Maar ik ruik bijvoorbeeld niet echt menthol terug of zo. Er zit wel een buttercomplex in. Dus ze zouden ook wel verzorgend zijn. Dit is het kwastje en dat ziet er op zich wel prima uit. Je kunt het product er prima mee aanbrengen. Alleen het is ook de pigmentatie die heel erg tegenviel. Ik zal ze even allemaal swatchen. Ik heb hier al even eentje geswatcht. Met swatchen ziet het er wel goed uit. Maar als je het op je lippen gaat smeren, zie je er bijna niks meer van terug. Maar ik zal ze eventjes allemaal naast elkaar aanbrengen. Dan kun je even het verschil zien. Ja, het was best wel jammer, want ook al geeft hij het plumping effect niet, daar kan ik op zich prima mee leven. Maar als de pigmentatie dan ook nog eens best wel zwak is, vind ik dat toch wel jammer. Dus daarom was ik helaas niet zo enthousiast. Omdat het best wel een leuk product had kunnen zijn, als de pigmentatie maar goed was. Nou kijk, dit zijn dan de kleuren en deze is op zich nog wel intens en die paarse gaat op zich ook nog wel. Op je lippen ben je het heel snel kwijt, je bent de kleuren heel snel kwijt of je ziet het amper. En omdat ze er dan zeg maar in de huls best wel intens uitzien, had ik er misschien toch wat hogere verwachtingen van omdat ze nu gaven. Dus nee, helaas de Better Than Fake Lips Volume Glosses van Catrice, die zijn het voor mij helaas ook niet. Leuk concept, alleen werkt voor geen meter helaas. Dan heb ik nog een nagellakje van Catrice. En dat is de Stronger Nails Straightening Nail Lacquer. Dat is deze. Ik heb deze met de naam Elf Mighty Blue. En hij belooft eigenlijk voor 82% hardere nagels in 1 week. Nou, bij mij werkte dat sowieso niet. Dat vond ik echt, ja, of ik daar altijd echt in geloof, weet ik niet. Maar ik vond het kleurtje vooral heel leuk. Heeft dus weer zo'n dubbele dop. Dit is dan het kwastje. Maar, hoewel het kleurtje er heel leuk uitziet, was je deze ook heel snel kwijt. Kijk, die sterkere nagels kreeg ik er niet van, maar ik heb hem zo vaak in 1 week moeten bijwerken. En ondanks dat ik dan met handschoentjes werk en dat soort dingen, deed hij eigenlijk niet wat hij moest doen. Dus nee, dat vond ik toch wel heel erg jammer. Ondanks dat ik het een heel leuk kleurtje vind, omdat hij zo snel chipt, vond ik dit geen succes helaas. Dan heb ik een Color Changing Lipstick van Essence. En dat is de Electric Glow, dat is deze, dit groene leuke exemplaar. Ziet er heel leuk uit, maar de werking was eigenlijk een beetje teleurstellend. Ik ben normaal gewend bij dit soort lipsticks, die reageren dus op de pH-waarde van je lippen vaak. En zo ziet de swatch eruit. Ik denk niet eens dat jullie die heel goed kunnen zien. Maar mijn lippen die werden zo licht van deze lipstick. Terwijl ik normaal gewend ben dat dit soort producten heel goed reageren op mijn lippen. Want als ik normaal dit soort producten gebruik, dan wordt de kleur best wel intens. En deze bleef vrij licht. En dat vond ik toch wel heel erg jammer. Ja, als je een beetje voor een zachte look gaat, kan het leuk zijn. Maar ik vind toch een intensere kleur dan vaak wat leuker. Dus deze viel voor mij toch wat tegen helaas. Vond ik niet heel erg fijn. Ondanks dat ik er heel erg benieuwd naar was, viel die mij heel erg tegen. Dan heb ik de Rich Filling Base Coat van Max & More. Dat is deze. Dit is dus een base coat die breng je onder je nagellak aan. En deze zou ook je nagels egaliseren. Heeft een basic kwastje. Nou, bij mijn nagels werden niet geëgaliseerd hoor. Laat ik dat voorop stellen. Die waren echt niet egaal daarna. Want ik had nog steeds wel wat bobbeltjes en zo. Volgens mij heeft hij er ook weinig zin in om dit te laten zien.
Dus dat vond ik best wel jammer. Maar wat ik heel erg balen vond, is dat ik deze base coat had aangebracht en mijn eigen nagellak eigenlijk helemaal niet goed bleef zitten hiermee. Want mijn nagellak sleet zo hard met gebruik van deze base coat. Toen ik het opnieuw had gedaan zonder de base coat, bleef die wel goed zitten. Dus ik vind deze ook niet bevorderlijk voor je nagellak, om die je eroverheen aanbrengt, omdat je die heel snel kwijt bent. Dus nee, deze vond ik ook niet echt fantastisch, helaas. Dan heb ik nog een lipgloss van Essence. En deze komt uit de Everyday is a Mystery X Beauty Bands collectie. Dit was ook zo'n trend editie. Dat is deze. En dit is de Plumping Lipgloss. Deze bloot dus eigenlijk een plumping effect te geven. Heeft de naam 01 Dragon. Heeft zachte shimmers en een hoog shine finish, zei die. Deze ruikt wel heel erg naar mentos. Heeft een vrij subtiel kwastje. Maar ik vond de kleur eigenlijk niet echt fantastisch. Het is meer een transparante lipgloss. Kijk, ziet er zo uit. En dat vond ik niet heel bijzonder. Vond ik gewoon niet zo heel speciaal. Weet je, normaal gesproken. Ik heb ook die andere kleur getest. Die vond ik dan heel speciaal. Omdat die echt goede pigmentatie had. Maar deze vond ik wat dat betreft gewoon niet heel bijzonder. En zag je niet zo goed. En ik had verwacht, oké, omdat er glitters in zitten. Dat ik hem misschien wel zou zien. Maar helaas, hij deed eigenlijk niet wat ik ervan verwacht had. Dan heb ik hier nog een Beyond the Galaxy Oil Blend Glow Primer van Kruidvat. Dat is deze. Dit is dus zo'n primer die eigenlijk ook een gezonde gloed op je huid zou geven. Komt met een pipetje. Zo kun je hem verdelen. Het is dus een beetje een paarse structuur. Ik ga het even zo laten zien aan jullie. Zo. En dan doe je hem swatchje. Dan ziet het er op zich best wel leuk uit. Maar ga ik hem nou uitsmeren? Zie je eigenlijk... Nee, niks meer. Je ziet niks meer van de glitters terug. En dat viel mij ook best wel tegen. Want ik dacht echt, oh, nu heb ik echt waarschijnlijk een hele... hele gezonde gloed en leuk met dat glittertje doorheen. Maar je zag daar eigenlijk niks van terug. En als hij dat dan belooft, dan denk ik van ja, je maakt het niet waar. Dan vind ik dat toch wel een tegenvaller. Dus daarom zou ik deze ook zeker niet aanraden. Dan heb ik als laatste nog een Nail Repair Nail Building Base Coat van Catrice. Dat is deze. Dit is zo'n product die eigenlijk gewoon een verzorgingslaagje biedt voor je nagellak. En hij zou ook je nagels verzorgen. Nou, hij ziet er dus zo uit. Heeft weer zo'n dubbele dop. Dit is dan het kwastje. Heel basic, niet heel bijzonder. Maar nee, hij doet eigenlijk niet wat hij belooft. Ook bij deze werden mijn nagels heel snel gechipt. Was het eigenlijk niet wat ik ervan verwacht had. Ik vond hem eigenlijk heel erg tegenvallen. Nagellak bleef niet goed zitten. En ik merkte ook eigenlijk niks van het verzorgende complex. Dus vandaar dat ik denk van nee, dat is het voor mij dan niet. Dus helaas, ook deze vond ik niet fijn. Nou, dan waren dit mijn veel producten van januari en februari. Op zich best wel jammer dat er eigenlijk best wel veel producten bij zaten die ik niet fijn vond. Maar ja, zo gaat het helaas. Als je make-up test, zitten er ook producten bij die je niet fijn vond. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij wel eens een van deze producten hebt getest die je misschien wel heel fijn vond. Ik werd er in ieder geval niet zo blij van. En dat is altijd jammer, maar goed. Laat vooral weten of jij misschien geïnteresseerd zou zijn geweest in een van deze producten. En waarvan je nu denkt, ik zou ze niet kopen. Of dat je juist wel een van deze producten hebt waar jij wel heel enthousiast over bent.
Is altijd natuurlijk fijn om te weten. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij je volgende video te mogen zien. Doei!